Hey, klein duimpje. Hey, Pinkeltje, hoe is het met jou? Ja, heel goed. Hey, je ziet er trouwens vandaag weer alweer bijzonder goed uit. En zo sterk. Hoe sterk ben je eigenlijk, klein duimpje? Nou, dat zal ik eens even laten zien. Wacht maar. Hoe hoog kan klein duimpje nu het muntje opgooien? En hoeveel kracht heeft hij moeten zetten om dat voor elkaar te krijgen? Dat gaan we nu bekijken. Ten eerste willen we even weten hoe de hoogte is. Nou, even nadenken. Als we de hoogte willen weten, dan weten we het ST-diagram. Hij begon op 0 en hij ging steeds hoger en hoger. En je ziet op een gegeven moment dat de raaklijn wordt dan 0, want dan heeft hij zijn hoogtepunt bereikt. En daarna zou hij weer naar beneden gaan. Maar we willen weten hoe hoog hij is. Dus dit is het eindpunt, horizontale raaklijn. Beginsnelheid weten we niet. Eindsnelheid wel, die is 0. Dus kunnen we eigenlijk ook het VT-diagram tekenen. Dat zal een eenparig vertraagde beweging zijn die eindigt op tijdstip t in 0 meter per seconde. De versnelling weten we eigenlijk ook, want vanaf het moment van loslaten en het muntje is het van een klein duimpje af, dan werkt alleen nog maar de zwaartekracht op het muntje. De zwaartekracht heeft met als gevolg dat er een versnelling of een vertraging in dit geval van 9,81 meter per seconde kwadraat is. En die werkt de andere kant op. Het muntje gaat omhoog. De versnelling is naar beneden. Dus daarmee hebben we een negatieve waarde voor de versnelling. Goed. Dus ik weet de versnelling. Die noemen we ook wel g. Gravitatieconstante. We weten dat de snelheid bovenin 0 is. En ik heb de tijd gemeten. Dat heb ik het videootje nog even nagekeken. Het heeft er 0,26 seconden over gedaan om van de duim los te komen tot aan bovenaan. Dus van duim tot bovenaan 0,26 seconden. Nou, hoe ga ik de afstand dan berekenen? Nou, dan gaan we oppervlaktemethode gebruiken. We nemen de gemiddelde snelheid keer delta t. De gemiddelde snelheid weet ik niet. De gemiddelde snelheid weet ik wel dat die halverwege de begin en het einde zit. Maar hoe bepalen we nou v0? Nou, als volgt. We gaan weer de oppervlaktemethode gebruiken, maar nu in de versnelling tijddiagram. We gaan dus de oppervlakte uitrekenen onder het AT-diagram. En ja, daar komt een negatieve waarde uit. Nou, klopt ook wel, want we begonnen met V0, met een bepaalde snelheid, en eindigden toen met een eindsnelheid V1 die 0 is. Dus we hebben een positieve waarde voor V0 en daar halen we iets vanaf, namelijk de oppervlakte. Uit gaan rekenen met g keer t. Dus daarom heb ik de formule opgeschreven. V1 is v eind, is de gravitatieconstante keer delta t, dat is de oppervlakte onder de grafiek, plus v0. En dat moet uiteindelijk 0 worden. Dat zie ik namelijk in mijn grafiek. Dat is het hoogste punt van het muntje. Nou, die formule schrijf ik een beetje om. En dan krijg ik dan min v0 is g keer t min v1. Oké, als ik dan de waardes netjes invul, dus een negatieve waarde voor de gravitatieconstant, want die is namelijk naar beneden gericht, keer 0,26 min 0 krijg ik min 2,55. Dus min v0 is min 2,55, dus v0 is 2,55 meter per seconde. Goed, nu weet ik dus v0. Kan ik dus vervolgens in de formule voor v gemiddeld de gemiddelde snelheid uitrekenen, die is 1,27. En met die v gemiddeld kan ik weer de hoogte uitrekenen. In dit geval de afstand die het muntje heeft afgelegd van de duim tot bovenaan. En dat is 33 centimeter. Goed gedaan, klein duimpje. We gaan eens even kijken hoeveel kracht jij nou eigenlijk hebt gezet om dit voor elkaar te krijgen. Nou, je ziet hier twee foto's. Eentje aan het begin en eentje aan het eind. En de tijd dus tussen het afzetten en het moment van loslaten van de munt. Daar gaan we nu kijken wat de resulterende kracht moet zijn geweest. Nou, de beginsituatie was de snelheid 0. Aan het eind weten we nu dat dat muntje 2,55 meter per seconde was. We gaan weer even het ST, het VT en het AT-diagram tekenen. ST-diagram. Hij had geen snelheid en hij kreeg snelheid. We gaan er even vanuit dat dit een eenparig versnelde beweging is. Dus de snelheid neemt eenparig toe. En de gemiddelde versnelling is dan ook positief in dit geval. Alles is omhoog gericht.
Nou, de resulterende kracht is de massa keer de versnelling. Moeten we even goed nadenken. Op het moment dat het muntje op een klein duimpje ligt, dan hebben we een zwaartekracht naar beneden en een kracht van de duim omhoog. Als hij dan het muntje omhoog gaat bewegen, dan komt er een resulterende kracht. Het klein duimpje moet een kracht bovenop de zwaartekracht geven om het muntje te kunnen versnellen. Die gaan we dus uitrekenen. Nou, de massa van een euro heb ik opgezocht, die is 7,5 gram. Die schrijf ik natuurlijk even naar kilogrammen, anders mag ik het niet in de formules invullen. De tijd heb ik ook weer even nagekeken in het videootje, die is 0,10 seconden. Heel kort dus. Delta V weet ik weer, want die begon bij 0 en eindigt bij 2,55 meter per seconde. Kan ik de versnelling met de raadlijnmethode uitrekenen, die is delta V gedeeld door delta T. En dan krijg ik 25,5 meter per seconde kwadraat. Vul ik die weer in, is F is MLA, krijg ik 0,19 newton. De resulterende kracht, de extra kracht die het klein duimpje moest leveren om die versnelling voor elkaar te krijgen, is dus 0,19 newton. Oh, klein duimpje, wat ben je toch sterk. Oh. Ja, schatje, ik weet het.